Wat kaderleden van de politieke partij DA 91, die heeft aan de heer Roen. En de heer Roen is de zoon van mevrouw Sonia Bedal, die kort geleden het leven heeft gelaten samen met haar drie kleindochters bij een woningbrand aan de Mariestraat. En deze kaderleden die hebben een inzamelingsactie gehouden, waarbij zij dan vandaag een partij kleding hebben gedoneerd aan de heer Roen. Ik ben Aurelio Ewijk. Ik ben kaderlid van DA 91. Uit een mediabericht van 5 januari heb ik vernomen dat u, de heer Roen, eigenlijk op zoek was naar kleding. Vanwege het voorval dat zich heeft plaatsgevonden op Oudjaarsnacht. Met dat initiatief heb ik samen met enkele vrienden van mij, ook mensen in de DA 91 organisatie, heb ik kleren voor u opgehaald. Eigenlijk voor een goed doel, omdat ik een hart heb en ik kan me helemaal begrijpen in welke situatie u toen zat. Ik heb hier een mand en namens DA 91, namens heel veel mensen die niet op de voorgrond willen, handig ik u dit over. De bedoeling is dat u er gretig gebruik van maakt. En ja, dat is het min of meer. Dank u. Zo, en zo, middag iedereen kijkers, namelijk ook de mensen die hier met mij mee zijn. Nou, ik kan niet te veel praten, want het moment dat ik, hoe dan op welke manier ook, ik geconfronteerd word, ik word emotioneel. Want het is namelijk al 6 weken dat we al zijn dat mama en die kleinzuster niet tussen ons is of zijn. En ik wil hieruit echt de heer Aurelio en de groep, de rest van de DA 91 of wie daar ook aan de handje heeft gegeven, bedanken. En wat ik kan nog zeggen van is God bless voor ieder die aan de handje heeft gegeven, op welke hoe dan ook, tot de dag van dag. En wordt het tot me gesproken van Aaron, je moet niet opgeven, want we zien van je geeft maar op, je geeft maar op. We zien het gewoon de achteruit gaan bij jou. En er wordt veel tot me gesproken. En ik kreeg de motivatie van ieder, op welke manier hoe dan ook. Kijk, toen u me ook belde, zei van nou, zeker hier Aurelio me belde me af. En zei, ik heb ook dat doorgegeven aan mijn vader. Zei van nou, ik heb een afspraak en ik verwachtte van niks van, ik begreep, ik kreeg van alle kanten dingen. Maar tot slot, wat ik wil zeggen is van, ik zeg het gewoon aan ieder van, in Stranatoon zeg het van, mijn vrije brokken, mijn vliegers zijn kapot. Want met mama en die meisjes, ik kan niet beschrijven hoe ze waren voor mij. Dus, maar er wordt veel gesproken van nee, je kan door met je leven gaan. En sowieso ze zijn in je hart. Daarmee moet je doorgaan. Je moet ze in je hart plaatsen. Ze zijn er niet meer om te zien. Of om ze een knuffel of wat dan ook geven. Dus hoe ik word geconfronteerd met vele mensen. Dan zeggen ze van, ze gaan in je hart blijven. En in je gedachten ook. Dus daar ga je door moeten mee leven. Tot het einde van jouw dag ook. Dus daar dan krijg je die motivatie. En ja, van de jongeren, van ouderen, van ieder. Dus ik weet niet hoe ik wat nog meer moet zeggen. Van, het pijnlijkste is in de ochtenduren als ik kinderen zie naar school gaan. En dat is het pijnlijkste voor mij, want het was een routine voor mij. En ik was al gewend aangeraakt van elke ochtend moet ik ze op school zetten en weer naar school. Dus ik zeg eerlijk, ik bedank ieder, ook dan op welke manier ze ook mij ondersteunen. U ook natuurlijk in de groep van de DA 91 en de verdere mensen die ook mee hebben geholpen vanaf dag 1 ook. Dus ik wil ieder van hieruit ook nog bedanken. En ik zou zeggen van, voorzichtig, als er wat is, blijf jullie maar elkaar helpen. En vandaag word ik weer emotioneel. Ja. Ik hoorde de brand weer en later op de dag heb ik opgelezen op Facebook dat er weer iemand weer. Het huis is gebrand en de boer buiten en die man is er niet meer een bejaarde man. En op zulke momenten dan denk je van, boy,
zie ik alles gewoon voor me van hoe ik ben gekomen bij mijn moeder. Weer naar werk en ik word gebeld en ik krijg. Dus je ziet alles als een film gewoon doorspelen gewoon voor me. Zolang ik een brandweer of een politieauto, wagen of hoor, is het sowieso... Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven, maar ik doe mijn best. Want men zegt het van ja, het gelieve gaat gewoon door. Ja, het gaat door. Het is makkelijk om gezegd, maar het is moeilijk voor mij. Maar dat is van, elke dag was ik met ze. Elke dag. En ja, hoe moet ik het uitpraten? Want het was dag en dag zit ik te tellen van, boy, het is zoveel dagen al, zo ver zijn we al. Hoe zouden ze zijn? Hoe is het? Hoe dan ook? Maar ja, ik sta alleen. Ik voel dat ik alleen sta, maar er zijn mensen om me heen. Ik zie mensen om me heen, dus daar zeg ik u, ik bedank ieder weer. Er zijn mensen om me heen. U bent ook gekomen bij mij, de groep. En ja, ik zei altijd van, mama en die drie meisjes, ze waren echt mijn steunpilaar. Ja. Ze spraken tot me altijd, vooral mama, die oudste meisje. Dus zij motiveerde me om door te gaan in het leven. Maar nu dat het zo is, word ik gemotiveerd, ook voor van velen. Vooral mensen die ik niet ken. Ja. Ze chatten me, ze appen me, ze praten tot me. Ja. Dus daar krijg je een beetje motivatie van, nee, toch moet ik doorgaan. En ja, doorgaan, ja, sowieso moet je je doorzetten. Ja. Of misschien kan het ook op een dag zijn dat ik ook iemand een handje kan weergeven. Ja, ja. Op zo'n manier ook. En dacht ik ook van, boy, is het beste is om toch door te gaan. Maar sowieso met mama, die kleintjes in mijn hart. Ja. En in mijn gedachten. Ja. Dus dat is het. En ja, wat ik nog kan zeggen van is, ik bedank ieder. Nogmaals weer, ik bedank ieder die mij in dit situatie heeft geholpen en nog bijstaan op alle soort manier. Kijk, want je krijgt steun, je krijgt help, maar de motivatie als men tot je praat, ja. Dus, jawel. Heb je geen psychische begeleiding gehad? Dat hebben we wel gekregen. Dat hebben we wel gekregen van de regering. De dame is wel twee keer geweest. En ja, zo, als er wat is, zei ze altijd ons van, je kan toch even bellen en, of appen. Ja, dat hebben we wel. Dat hebben we wel. Maar het beste is soms van, ik zeg het altijd van, als ik gewoon emotioneel raak of als ik iets me hinder, ik zeg ze altijd van, ik ga rustig aan de kant zitten. Dan zit ik naar die foto's van mijn moment met mensen te kijken. Dan raak ik weg, kom ik wel tot rust. Dus dat is op mijn manier doe ik het. Of dan laat ik zeggen van ik blijf gewoon even alleen. Misschien een uurtje, half uurtje. Dan was ik bijna zo net gekomen zat dat ik achterop zat. Dus zo werk ik het op mijn manier uit. Ja, dus ik bedank ieder hier. Heel hartelijk dank.